Hey, mijn naam is Sarah en we zijn hier vandaag op de Porsche Days 2018 op het circuit van Zandvoort. We zijn natuurlijk wel met een reden, want Porsche bestaat 70 jaar. En dat vieren met een enorm mooi event, met mooie oude modellen en de nieuwe. En natuurlijk, dat is niet het enige wat je hier kan doen. Je kan dus de auto bekijken, je kan op het circuit rijden. Er is voor iedereen en voor iedere leeftijd wel wat te beleven. Dankjewel, Pon, voor de uitnodiging. Ik ga het in ieder geval enorm leuk hebben. Dus ik neem jullie mee op deze geweldige dag. Natuurlijk veel meer te doen dan het meerijden op circuit of zelf rijden op circuit of dat je andermans Porsches aan het bekijken bent. Je kan natuurlijk ook even shoppen voor jezelf. Op dit moment ben ik omringd door gebruikte, maar ook nieuwe Porsches. En ik denk dat het leuk is dat we even gaan kijken wat er op dit moment hier staat. Moet je even zien, deze 911 Carrera GTS. Die kleur is zo prachtig. Ik bedoel, als je hiermee rondrijdt, nou, dan val je wel op. En ik bedoel, deze, dan ga ik even kijken, komt uit 2015 en voor 129.000 euro kan je gewoon deze auto rijden. Ik bedoel, hoe vet is dat? Of zie je hier even deze 911 Turbo S uit 2013 voor 146.000 euro. Maar kijk dan, wat een beauty. En die velgen, ja, ik word er wel warm van. Ik wil hem wel graag mee naar huis nemen. En denk je nou, een tweezitter, ja, dat is toch echt te klein voor mij. Dan kan je natuurlijk altijd kijken naar een grotere Porsche. Zoals deze Macan Turbo Exclusive Performance Edition. Hij is mooi donkerblauw. En dan moet ik het goed zeggen, gaan we het even bekijken. Het nachtblauw metallic. En met hele mooie rode accenten. Het is wel gewoon echt een auto die opvalt. Maar je hebt wel de ruimte die je misschien nodig hebt. Ja, en het heeft natuurlijk enorm veel power. Dus zoals ik zeg, je kan voor het kleiner of voor het groter gaan. Er is genoeg voor iedereen. Op dit moment zie je letterlijk de jaren 70 van Porsche voorbij komen. Van jong en oud door elkaar heen. Het is toch wel echt een prachtig gezicht hoe erg die ontwikkeling is geweest. Of ja, hoe goed eigenlijk. Letterlijk ook in alle kleurtjes en maten. Zie een Macan langskomen, Cayenne. We hebben de 911, de Carrera. Alles komt wel voorbij. Dit is echt prachtig. Ik heb net zelf gereden op het circuit, wat natuurlijk super gaaf was. Het was mijn eerste keer en het viel me best wel tegen, want het lijkt zo makkelijk, maar dat is het zeker niet. Ik bedoel, je gaat met een enorme snelheid door een bocht heen, maar het was wel echt heel erg gaaf. Maar ja, nu is het tijd om naast een echte coureur te gaan zitten. We gaan nogmaals het circuit op, alleen dit is toch wel een beetje nog spannender, want ja, ik bedoel, je controle is kwijt en je gaat gewoon met een enorme snelheid. Dus ja, we gaan het zien. Ik heb er wel zin in.
Ik moet nog even wat aandacht besteden aan dit prachtige model achter mij. De GT2 RS. De meest krachtige 911 ooit. Ja, het is echt een prachtige auto. Geweldig geluid. Enorme wing. Ja, ik wil hem het liefst meenemen naar huis. Maar ik denk dat ik gewoon even niks zeg. En geniet even van deze prachtige auto. Komen van deze prachtige dag. Ik heb op het circuit gereden, ik heb met een echte coureur meegereden en natuurlijk prachtige auto's gezien van 70 jaar geleden tot en met nu. Maar ja, helaas, het is afgelopen. Dus ik ga zo naar huis. Ik vier het feestje wat langer door met onze eigen auto. En hiermee wil ik ook Porsche Nederland bedanken voor de uitnodiging. Ik heb het echt top gehad. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video.